graag geef ik het woord aan Rudy Stroink. Succes, Rudy. Ik hoop dat ik ergens mijn presentatie kan zien. Ja. Mijn presentatie heet Ver weg en dichtbij. En u moet maar denken, Europa ligt daar een beetje tussenin. Mijn bedrijf heet TCM, dat is het bedrijf met het hondje. En ik zeg altijd, mijn naam is Rudy Stroink, ik ben projectontwikkelaar. Dat klinkt een beetje als een alcohol anonymous begin. We hebben te maken op dit moment, en ik met name als projectontwikkelaar, met een zwaar weer. Een zware storm. Die bestaat feitelijk uit twee depressies. Eén depressie, die komt van heel ver af. Dat is de depressie van de banken. De bankencrisis. Dat is zeer zwaar weer. Aan de andere kant staat een meer lokale storm, de depressie van het overaanbod, met name in mijn vakgebied, projectontwikkelaars. En als die twee bij elkaar komen, dan wordt het heel zwaar weer. Dan is het geen windkracht 10, maar dan is het wel windkracht 14 of 15. En dan krijg je hele hoge zeeën, dat heet in de weerkunde een perfect storm, als die twee bij elkaar komen. En dat is precies het tijdsgewricht waar ik op dit moment in zit. Daar hebben ze een film over gemaakt met George Clooney en die overleeft het niet. Kan u nagaan hoe ernstig zo'n storm is. Die film is door mensenhanden gemaakt. Deze crisis is ook door mensenhanden gemaakt en zal dus ook weer door mensenhanden moeten worden opgelost. Laten we eens beginnen met het overaanbod. Het is zeer aantrekkelijk als projectontwikkelaar om te zeggen dat het overaanbod wat we nu hebben de schuld is van de economische crisis. Het overaanbod in Nederland aan bijvoorbeeld kantoorgebouwen op dit moment is 20%. 7 miljoen vierkante meter. Dat gaat waarschijnlijk verdubbelen de komende tijd. Daar hebben we het over 20 miljard euro aan infrastructuur, aan spullen die niet renderen. En dat is heel veel. De oorzaak van het overaanbod is niet de economische crisis. Maar er is een cruciale verandering in het gebruik van onze steden. Kantoren, toen ik begon in mijn vakgebied, gebruikten wij voor elke werkplek zo'n 25 vierkante meter hadden we nodig aan kantoorruimte. Tegenwoordig is dat 14 vierkante meter. Het is bijna gehalveerd. Dat komt niet omdat we mensen dichter op elkaar hebben gezet, een beetje. Het is een beetje meer intensieve personeelhouderij geworden, die grote kantoren. Waar het echt om gaat, is dat plekken veel intensiever gebruikt worden door meerdere mensen tegelijk. Het is uiteindelijk een enorme efficiëntieslag. De steden van de toekomst zullen veel efficiënter gebruikt gaan worden. Wat we gemaakt hebben, en daar ben ik ook deelgenoot van geweest, zijn hele inefficiënte steden. Het van die hele grote plaatjes. Het zijn eigenlijk steden gebouwd van hummers. Kent u ze nog? Die hele populaire auto's. Die heel erg innovatief waren en waar je nou niet meer bij de straat moet komen. Zo moet u ook een beetje nu naar onze steden, naar die betonkolossen langs de snelweg kijken. Daar heb je hem. Waarom is het belangrijk dat steden efficiënt worden? Omdat het kaartje hier, als we de hele bevolking, die 7 miljard mensen die nu deze planeet bewonen, bij elkaar zouden stoppen in een stad. En die stad zou ongeveer het uiterlijk hebben van New York. Dan heb je de staat Texas in Amerika nodig om ze te kunnen huisvesten. Efficiënte steden zijn essentieel voor de toekomst van deze planeet. Ik denk ook dat door het gebruik van op dit moment van het andere gebruik van onze kantoren, van onze woningen. Wonen wordt steeds meer werken. Werken wordt ook weer een stukje wonen. We gaan anders met de winkels om. Dat we uiteindelijk zullen meemaken dat we aan het toppunt zijn gekomen van het gebruik van onze infrastructuur. Ik voorspel u, de files gaan vanaf nu afnemen. Niet omdat we zoveel meer asfalt hebben aangelegd. Die laatste asfaltrevolutie die hebben we net onder deze regering mogen meemaken. Waar het nu om gaat de komende tijd, is dat we anders met die spullen omgaan. Efficiënter, effectiever. Dezelfde asfalt met hetzelfde asfalt gewoon meer doen. Als projectontwikkelaar krijg je dan wel de verleiding om te zeggen, heb ik nog wat te zoeken in het land? Zou ik niet naar China gaan, want daar zijn ze nog lekker aan het groeien. Dan kan ik die boodschap, dan kan ik die ervaring van de wederopbouw,
die groei van Nederland van de afgelopen 50, 60 jaar, die fenomenaal is geweest. We hebben voor 8 miljoen mensen Nederland gebouwd de afgelopen jaren. En de volgende 50 jaar zal het waarschijnlijk nog maar over 1 miljoen mensen gaan. Is het voor mij niet veel zinvoller om met een hele hebben houden richting China te gaan? Het antwoord erop kwam van een meneer Sergey Brin, oprichter van Google. Ik heb hem een keer mogen ontmoeten. Samen met een Amsterdamse delegatie in San Francisco. En ik had aan hem een simpele vraag. Wat moeten wij doen, en met name ik doen, om Google naar Amsterdam te krijgen, naar Nederland te krijgen? En zijn antwoord was heel simpel. Hij zei, ik wil heel graag naar Amsterdam komen. Amsterdam is een van de plekken die op mijn mental map staan. Ik zou er dolgraag willen zitten met mijn hoofdkantoor. Maar je moet twee dingen voor me doen. Je moet ervoor zorgen dat Amsterdam Amsterdam blijft. En je moet zorgen dat er een kabelbaan komt tussen Almere en Amsterdam. Zodat mijn mensen niet alleen in Amsterdam, maar ook in Almere kunnen wonen. Ik was ontzettend blij dat hij wist dat er Amsterdam bestond. En het was verbazingwekkend dat hij ook wist dat er een Almere bestond. En dat je daar een verbinding tussen moest maken. Ik stootte de bestuurders uit Amsterdam die bij me waren aan. En zei, jongens, nu meteen toezeggen dat die kabelbaan er komt. Maar zo snel waren ze niet. Ik wil niet zeggen dat dat de enige reden is waarom ze niet gekomen zijn, maar toch. Ergo, we hebben wat te bieden aan de wereld. Als hij het over Amsterdam heeft, meneer Van Gijssel, dan bedoelt hij eigenlijk heel Nederland. Zo ziet hij. Nederland is één grote stad. Als ik het heel vaak over Amsterdam heb in mijn praatje, bedoel ik heel Nederland. Nederland is een prachtige stad. 70% van onze mensen woont in steden. Dit is een van de dichtst bewoonde gebieden van de wereld. Dat is een ontzettende hoge integratie van de waardeketen. We hebben een hele goed en zeer betrouwbare infrastructuur. Ook al zult u dat af en toe niet denken, maar het valt echt mee met de files in het land. En we hebben een hele sterke internationale verbinding. En boven alles hebben we een ontzettend interessante stedelijke structuur. Dat is niet alleen prachtige straten, maar dat is ook het feest die in de stad plaatsvindt. De vermenging van allerlei activiteiten, de markten die we hebben. En het simpele feit, en dat wist hij ook nog te vertellen, die Sergey Brin aan mij, dat je gewoon met een fiets uit het centrum van Amsterdam, of Eindhoven, of Den Haag, of Rotterdam, zomaar naar de natuur in kan rijden. Waar kan je dat? Ergo, de komende tijd gaat het erom, in Nederland, of wij die kwaliteit, die we dus al lang hebben, verder kunnen gaan benutten. We hebben een fantastische infrastructuur, kunnen we er nog meer uit maken. En dat betekent dat we moeten omdraaien. Tot nu toe is de groei van Nederland voor 95% in de uitbreidingsgebieden gekomen en maar 5% door verdichting. De logische stap in de toekomst zal zijn dat we veel meer aan die verdichting gaan doen, veel intensiever gebruik gaan maken van de systemen die we al hebben. We gaan van een maatschappij, van een samenleving, van een stedelijke economie die heel erg op groei is ingesteld, verticaal en rood, recht vooruit, naar een periode waarin we horizontaal en groen gaan. Maar daar ligt een ongelooflijke hoeveelheid kwaliteit en waarde in opgeborgen, die we heel goed aan de wereld kunnen verkopen, denk ik. Dat betekent dan wel dat we die stad een keer op orde maken. Dat betekent een einde aan de Noord-Zuidlijn, aan al die stations die allemaal opgebroken zijn en voor een hele lange periode. Die stad moet nou een keertje afkomen. Dat is de volgende opgave. Terug even naar mijn storm. Er is een andere storm, dat is die bankencrisis. En daar heb ik ook heel erg mee te maken. En die gaat ook niet zomaar voorbij. Ik heb geprobeerd ook voor mezelf die bankencrisis te verklaren. Zoals het mij raakt. En ik heb dat gevonden in een boekje dat heet Overconnected. Van Davidov. Dat is een ingenieur. Een elektrotechnische ingenieur. Die legt het als volgt uit. We hebben een enorme expansie van onze infrastructuur. De globalisatie meegemaakt. En dat is vooral de virtuele infrastructuur. De Facebooks. En de Amazons en de Googles. Afgelopen 10 jaar een enorme expansie. En wat gebeurt er met expansie van infrastructuur? Dat gaat met ongelooflijk enthousiasme tot het tegen de muur aanlopen. En die muur, die is eigenlijk een muur dat het systeem er is, heel veel aan kan, maar niet betrouwbaar is. Beetje vergelijkbaar met die spoorwegen in de Verenigde Staten. Het begint ongelooflijk enthousiast, aangelegd, heel het westen ontsloten. En na een tijdje kwamen ze erachter dat het wel noodzakelijk was. Dat je beveiliging, dat het een betrouwbaar en veilig systeem zou moeten worden.
Dat betekent dat je afscheid moet nemen van bisons. Dat heeft meestal ook een destructieve eigenschap, nieuwe infrastructuur. En dat je ervoor moet zorgen dat de dieven wegblijven en de rovers wegblijven. Het moet een betrouwbaar systeem worden. En Davidov zegt, we hebben een prachtige infrastructuur, maar hij is niet veilig. Zolang iedereen er nog mortgage-backed securities over dat systeem kan gooien, of ervoor zorgt dat via dat systeem mensen dingen bestellen aan de ene kant van de wereld, die niet veilig aan de andere kant van de wereld komen, of gewoon de verkeerde producten zijn, dan doen we het niet goed. Ergo, dat systeem is ontspoord, doorgestoten. Een spoorwegongeluk. En daar zullen we heel hard aan moeten werken. Dat betekent dat we de agenten op dat netwerk moeten zetten, die ervoor moeten bewaken dat het netwerk gewoon weer goed functioneert, dat iedereen dus de juiste snelheid heeft en dat er geen grote ongelukken gebeuren. Daar heeft Nederland een prachtige rol in te vervullen, volgens mij. Naast projectontwikkelaar ben ik ook datacenterontwikkelaar. We hebben een aantal hele grote datacenters in Nederland staan. Ik geloof in een systeem, dat datasysteem dat gaat ook over veiligheid en bescherming. En in de 16e eeuw hadden we in Dordrecht de vrije stapelplaats. Daar kon je handel vrij opslaan zonder no questions asked. Ik zie een toekomst voor Nederland in de vrije opslag van data. Beschermd, hier zijn je spullen veilig, we hebben hier de goede infrastructuur, groen en goed betrouwbaar. Dat betekent dat die veiligheid betekent ook veilig voor staat. Veilig voor inspectie. Je spullen zijn bij ons veilig. En als we dat kunnen regelen, en ik praat heel veel met onze internationale klanten, als we dat Nederland dat centrum daarvan kunnen maken, dan kunnen we echt ook het centrum van de wereld worden. Dat betekent dat we een onderdeel worden van een internationaal netwerk. Ver en dichtbij, daar gaat mijn verhaal heel erg over. En we kunnen onderdeel worden van een internationaal netwerk waar alle grote steden van de wereld, inclusief Amsterdam, ik bedoel eigenlijk Nederland, aangesloten zit. En dat de plek wordt van grote relevantie in de wereldeconomie. We slaan als het ware Europa over. Daar geloof ik ook voor een stukje in. Dat we Europa gaan overslaan, dat het dadelijk gaat over een combinatie van grote stedelijke centra die op een bijzondere manier met elkaar verbonden zijn. Daar helpt een mooi vliegveld heel erg goed bij. Dat is een heel belangrijk element in die internationale verbinding. En er hoort ook goede virtuele verbindingen bij. En als je naar de kaart van Europa kijkt, 's nachts, dan zie je het belang van die grote witte vlek die zich daar zo'n beetje rond Nederland concentreert. We zijn relevant, we zijn belangrijk en we hebben ongelooflijk veel te bieden. Nederland is eigenlijk de stad van de 21ste eeuw. Luchtig gebouwd, een beetje een soort Mona-toestje. Met ruimte voor intensivering en voldoende leefstand om ons te kunnen aanpassen aan de nieuwe eisen van de tijd. Die leefstand zie ik als een kans. We hebben de stad goedkoop gemaakt. De stad is heel erg goedkoop geworden door die leegstand. En daardoor kunnen we nu gaan schuiven. Gaan veranderen en de steden maken die heel nauw aansluiten op de eisen van de nieuwe tijd. Nederland is een wereldstad, vergelijkbaar met een stad als Singapore, die aan de andere kant van de oceaan eenzelfde soort functie kan vervullen voor China en het Verre Oosten en Australië. Een aantrekkelijk leefmilieu, hoge dichtheid van economische en sociale netwerken, betrouwbare en voorspelbare infrastructuur, en onderdeel van een internationaal netwerk. Dichtbij, een optimaal benut en aantrekkelijk stedelijk milieu. Ver weg, onderdeel van een netwerk dat de hele wereld verbindt. En dat zorgt voor een betrouwbare basis voor onder andere uw data. Dus ik blijf in Nederland. Misschien ga ik niet meer zo hard bouwen. Ik ga herontwikkelen. Wij doen al heel veel herontwikkeling. Ik ga dadelijk als een tuinierder, maar de linkerfoto ben ik, aan het Mediapark, toen we dat kochten, aan het aanbezemen. Misschien is dat wel de boodschap van de toekomst. Wat we hebben, beter maken, beter verzorgen. Dat is wat ik denk ook uiteindelijk de boodschap van duurzaamheid is. En die hond van ons, die leren we wel met nieuwe spullen in het nieuwe wereld te vliegen. Dank u wel.